het is ook heel duidelijk dat de wolf vers was toen die stierf. En eigenlijk dat het een kerngezond dier was. Hij had een hele goede voedingstoestand. De maag zat vol, de darmen zaten vol. Had een beetje vet, niet te veel, niet te weinig. Nou, DNA-onderzoek laat zien dat deze wolf van origine waarschijnlijk uit de Karpatenpopulatie stamt. Dat is een heel hand hier vandaan. Eerst hadden we gegokt dat hij wellicht uit Duitsland afkomstig zou zijn. Want daar zitten de meeste wolven, de snelste uitbreiding, die dichtst naar Nederland toegekomen zijn. Dus ja, het lag voor de hand om te denken van het is vast een Duitse wolf. Maar zoals het gaat, jonge wolven die als ze opgroeien, dan op een gegeven moment verlaten ze hun ouderlijk territorium. Die wolven die gaan zwerven, sommige maar een heel klein beetje en keren weer snel terug naar hun geboorteomgeving om daar een nieuw territorium en een roedel te stichten. Maar anderen die leggen meer dan 1000 kilometer af. Maar ja, dat is, in 1000 kilometer ben je ook halverwege de Karpaten, dus dat moet goed kunnen. De uitwerpselen die gevonden zijn in het Kuinderbos, dat waren er 6. Ze hadden alle kenmerken van wat je van een wolvenkeutel kunt verwachten. Bovendien bleek er restanten haren van edelhert in te zitten. Ook restanten van een vos bleek er in te zitten. Zijn allebei goede prooidieren voor een wolf. Hij kan ze gemakkelijk aan, hij kan ze in zijn eentje de baas en opeten. En vervolgens weer uitpoepen. Een wolf in het Kuinderbos langere tijd aanwezig is geweest. Want 6 keutels produceert een wolf niet binnen een uur tijd. En die aanwezigheid betekent ook dus dat een vergrote kans dat die aangrijding en die keutels dat het bij elkaar hoort. En dat onze wolf bij Luttelgeest vaker in het Kuinderbos is geweest. En omdat die keutels midden op het pad lagen, duidt het ook op een territoriaal gedrag. Dus die wolf die vond het al zo leuk daar dat ze al het gebied ging markeren. Want rondzwervende wolven die verstoppen hun keutels. Die gaan niet midden op het pad markeren, want die willen eigenlijk niet gezien worden. Nou, ik verwacht dat er is door studenten uitgerekend dat er in Nederland ruimte is voor een 20-tal roedels wolven. Die zullen er wel min of meer komen. Daarnaast zullen er regelmatig rondzwervende wolven zijn in Nederland. Op allerlei mogelijke en onmogelijke plekken. Er zal ook af en toe een wolf doodgereden worden. Hoe spijtig dat ook is, maar net als egels en merels en andere dieren worden ook wolven doodgereden. Nou ja, de wolf hoort er echt bij in de natuur. De wolf is een essentieel onderdeel van het ecosysteem. Voorkomt een stukje overbegrazing, stuurt begrazing eigenlijk in het landschap. Zorgt ervoor dat herten en andere grazers dat die gezond blijven. Want een wolf die heeft het liefst, die gaat het liefst niet achter een kerngezonde prooi aan. Want dat is veel te veel risico voor hemzelf. Maar als er iets mis is met zijn prooi, ja, dan weet hij van nou, hier maak ik een grote kans. Dus laat ik maar eens een goede poging maken. Nou, dus dat, je ziet eigenlijk dat een wolf een essentiële schakel is in de natuur. En ik verwacht er veel van.